Just be careful. It's a crazy kind of show. It's a crazy kind of show. Hier is Radio Veronica vanuit... V-E-R-O-N-I-C-A. Veronica, Veronica. Geweldig! Werken aan boord van het zendschip betekende een week afzondering van de buitenwereld. Daartegenover stond een hele week vrij als de andere ploeg je kwam aflossen. Soms was die week ronduit vervelend als het stormde bijvoorbeeld. Maar meestal was het goed uit te houden. De bemanning kon tegen een stootje en er was eten en drinken in overvloed. En niet alleen uit de koelkast. Rustig weer leek het soms wel een beetje op vakantie. Tenminste, als het werk gedaan en alles weer picobello in orde was. Schoon schip heet dat. En dan de soep, die menige landrot met een wat gevoelige aanleg voor zeeziekte tijdens een bezoek aan boord met moeite door zijn keelgat kreeg, maar die er juist voor zorgde dat je niet binnen de kortste keren groen over de reling hing. Iedereen is veilig aan boord gekomen, de bemanning afgelost, programmabanden opgeborgen in de studio en er is weer olie en water voor de hele week. Hallo! Hallo, hey! Hey, hallo! Veronica! Kan u misschien een plaatje voor me draaien? Radio Veronica.
Dat zondagmiddagprogramma heette Sangria. Hoe kan het anders? Dit is Radio Veronica op de 192 meter voor de komende 2 uur. En dat betekent 120 minuten kunt u genieten van een aflevering van de Rabout Show. En al die blote basten waren niet zo verwonderlijk, want soms was het binnen in de studio warmer dan buiten. Verder de hele dag een beetje luieren, af en toe wat eten, wat drinken en als het weer het toeliet soms zwemmen of zelfs vissen. En als je dan niet in de gelukkige omstandigheden verkeerde dat je op een zendschip werkte, dan kon je er altijd nog gezellig langs varen. De laatste maand werd de laatste week, de laatste dag en dan... Dit is het laatste uur. Ik vind het erg jammer dat Veronica weggaat. Iedere morgen 11:15. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven, dat ik toch heus niet een van de jongste ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel, heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. En dat wij eigenlijk niets meer te vertellen hebben.